Goedemorgen, het is 10:15 en ik ben echt net mijn bed uit. Ik loop hier met allemaal natte was. Ik had gisteren de wasmachine aangezet. Maar die was ik vergeten om eruit te halen. En normaal gesproken gaat het dan stinken. Maar ik ben goed weggekomen, want ik heb hem laat aangezet gelukkig. Dus het stinkt nog niet. En dit is alles wat niet in de droger kan, dus dat ga ik zo even over het huis verspreiden. Het is geen lekker weer vandaag. Of tenminste, het is wel lekker weer, maar het is bewolkt. En ik heb de hele dag vrij. Ik heb gewoon eindelijk weer eens een dag voor mezelf. Nick en ik hebben gisteravond nog wel aardig het huis opgeruimd. Dus daar hoef ik gelukkig ook niet zoveel voor te doen. Dat betekent dat ik lekker aan de slag kan met vlogs editen, een video opnemen voor vrijdag. En ik heb overal jeuk. Oh, 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 zonder allergie. Oh, wat vreselijk. Het is wel echt, kijk, als je kijkt naar mijn armen bijvoorbeeld. Als ik er afblijf, oké, hier heb ik net gekrapt, betrapt. Als ik er afblijf, dan over het algemeen is het na één dag wel weg. Kijk, dit is echt van gisteren weer met Birdie in de keukenhof. En ook mijn gezicht een beetje. Maar als ik er afblijf, dan is het ook vrij snel weer weg. Zonder allergie is echt heel vervelend. Even nadenken. Dus ik ga vandaag echt gewoon een relaxdag. En ja, ik vind dat gewoon een relaxdag als ik gewoon aan mijn YouTube kanaal kan werken. Oh, dat vind ik zo fijn. Daar word ik gewoon het meest gelukkig van. Maar ja, en ik ga nog even mijn nagels laten doen. Ik heb op zich, kijk, deze kant is nog echt helemaal perfect. Is niks aan de hand. Alleen de andere hand is mijn wijsvinger een stuk af. Het bovenste deel. En bij mijn ringvinger is ook een hoekje eraf. En ik dacht eerst zou ik nog een week uitstellen, maar dacht ik nee, ik doe het gewoon nu vast. En dan heb ik in Curaçao, als het goed is, ook gewoon nog mooie nagels. En that's it. Sporten, misschien vanmiddag, misschien vanavond. Ik had min of meer afgesproken om vanavond te gaan sporten, maar misschien dat ik 2 keer ga, zit ik te denken. Omdat ik met de buurvrouw toch altijd iets minder actief ben, dacht ik als ik nou nu vast vanmiddag wat krachttraining doe of zo en verder cardio laat liggen, dan kan ik vanavond ook wat meer focussen op cardio. Maar we zien het wel. Ik ga de was opruimen. Hier ligt dus de droge schone was. Hier ligt natte schone was. Overal ligt weer was. Ik ben ondertussen opgemaakt, aangekleed en ik loop zelfs al in het centrum. Ik heb me even snel, dit jurkje aangetrokken. Het is een nieuw jurkje van H&M. En de rug is heel mooi, alleen ik kan het nu niet laten zien. Dat moet ik thuis doen. Maar hij heeft dus een open rug, een superleuk jurkje. En die was dus maar €5. Ik ga zo even mijn nagels laten doen en... ja, ik ga even hier en daar wat winkels in. Ja, niet verstandig, want dan ga je weer dingen kopen die je nodig hebt. Maar ja, je bent er nu toch. Ik moet eerst even geld opnemen, want bij de nagelstudio kun je dus niet binnen. Ik kreeg trouwens heel veel lieve reacties over mijn nagels. Van probeer een keer acryl, of probeer een keer zus, of zoek een andere nagelstudio. En dit is misschien nog niet zo gek. Maar nu ga ik even voor makkelijk, want deze zit gewoon in de buurt. Ik ken deze. En ik moet eerlijk zeggen, misschien als er mensen kijken in VNL die hun nagels laten doen, ik heb geen idee. Wat is trouwens een vlek? Zit erop. Wacht even hoor. Nou ja, ik heb geen idee of er nog veel meer nagelstudio's zitten. En deze is gewoon ook wel goedkoop. Ja, nou kun je beter voor goed gaan dan goedkoop misschien. Maar ah ja, maakt niet uit. In ieder geval, dus dat ga ik zo doen. En ik heb Nick laten kiezen welke kleur. Maar dat had ik beter niet kunnen doen. Ja, dat weet ik niet. Hij zei lichtblauw. Ik denk lichtblauw. Ja, lichtblauw kan wel leuk zijn. Alleen, aan de andere kant denk ik dan weer... past niet overal bij of zo. Past niet bij al je kleren. Denk, als ik nu lichtblauw had, dan had ik echt gedacht. Oké. Nou ja, we gaan het wel zien. Ik ga even kijken welke kleuren lichtblauw ze heeft. En anders heb ik gezegd, dan doe ik rood. Dus moet niet altijd naar hem luisteren. Maar het is wel opvallend, want ik vraag hem altijd welke kleur. En hij zegt nooit wat. Zegt hij een keer wat, dan is de kleur waarvan ik denk. Nou, nee. Ik loop net de Hoogvliet in. Ik ga even boodschapjes doen. Ondertussen is het 00:30 s'nachts en voor de oplettende kijkers, ik ben bij mijn ouders en ik realiseer me dat dit voor veel van jullie als een schok komt. En veel van jullie reageerden de laatste tijd ook van, nou, Sophie, je straalt weer en je ziet er weer zo gelukkig uit. En nu ben ik toch bij mijn ouders en niet even, maar echt, ik ga hier weer wonen. Ja, wat dan ook gelijk betekent dat Nick en ik echt uit elkaar zijn. Het was een heftige avond met heel veel praten en spullen pakken en officieel vertrekken. En ja, ik heb er nu ook gewoon niet zoveel zin meer in om er nog iets over te zeggen. Dus dat ga ik ook niet doen, maar ik laat jullie het wel weten. En ik vind het ook niet erg om er meer over te vertellen. Alleen nu gewoon even niet.
Ik ga een poging doen om lekker te slapen. Morgen ga ik me samen met mijn vader proberen in één dag al mijn spullen op te halen. Hier naartoe te brengen. En voorlopig gaat het er even heel anders uitzien. En gaan we toch weer terug naar de omgeving waar alles begon. Het is bizar, jongens. Het is bizar. En ja, ik kom misschien nu heel nuchter over. Maar dat komt ook omdat ik heel veel gepraat heb vanavond. En mijn tranen op zijn, denk ik. Nou ja, met liefde wil ik jullie er meer over vertellen. Misschien dat dat morgen al is. En ja, misschien. Morgen wordt een hectische dag met veel verhuizen. Dus ik weet niet hoeveel ik ga laten zien en ga filmen. En ja, het is een tijd van afscheid nemen. En het wordt loodzwaar. Maar het is wel beter zo. Mega veel licht. Het is wel echt beter zo. Dus ik ga slapen. En het spijt me dat jullie van de supermarkt hier naartoe gingen. En ik hoop dat jullie een beetje kunnen indenken hoe mijn avond verder verlopen is. En dan zie ik jullie morgen weer. En ja, bedankt dat jullie er zijn. Weltrusten. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. En het is 9 uur. Wow, sorry hoor, ik ben echt een kwartiertje wakker.